Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen. En wij maken hier exposities, theater, allerlei activiteiten om kunstenaars en kinderen samen te laten werken. We staan nu in het gebouw van de Vrijstaat. Het is een expositieruimte en we nodigen kunstenaars uit om 2 keer per jaar hier een langlopende tentoonstelling in te richten en werkplaats. Want je komt hier eigenlijk vooral om te doen en geïnspireerd te raken door het werk van de kunstenaar. We staan nu in de kunstkeuken. Het is een expo-werkplaats die we hebben gemaakt samen met creative chef Jasper Uding ten Katen. En hier is alle kunst geïnspireerd op eten en voedsel. Nou, eten, dat doen we allemaal. Iedereen eet elke dag. Maar dat je daar kunst van kan maken en dat het een inspiratiebron voor kunst kan zijn, dat weten heel veel kinderen niet en mensen niet. Dat vind ik het toffe van kinderen. Die denken niet zoveel na, maar die zien iets en die gaan gelijk aan het werk. Je hebt hier bijvoorbeeld, kun je zelf stillevens maken in stillevenkasten. Nou, dan staat er 1 voorbeeld en ze gaan direct heel intuïtief aan het werk. En ik denk dat wat je probeert hier is dat je gereedschappen uit de kunst, dus eigenlijk tools, leert aan kinderen te gebruiken om je leven beter vorm te geven. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat creativiteit, dat het je niet alleen helpt om kunstenaar te worden, want we worden helemaal niet allemaal kunstenaar, maar wel om op een creatieve manier met je leven om te gaan. Je kunt het zelf bedenken. Je kunt iets wat er niet is, kun je maken. Ja, en als je dat doorhebt en dat je zelf ziet dat je in staat bent om iets naar je hand te zetten, ja, dan geeft dat een gevoel van macht over je eigen leven. En ik denk dat dat heel essentieel is om op jonge leeftijd dat te doen en te ervaren en te ontwikkelen. En kunstenaars kunnen ons daar heel veel in leren. En juist die flexibiliteit die je nodig hebt om in een veranderende wereld te kunnen anticiperen, daar is kunst heel belangrijk in geworden. Belangrijker, denk ik, dan een tijdje geleden.